Dit gezellige cyclo-wielencafé wordt mogelijk gemaakt door Kono Suur. Gaan de fietstoeristen de toekomst van de Amstel Gold Race in gevaar brengen? En is het een goed idee om wissels toe te passen in het wielrennen, zoals met voetbal? En wat zijn de toekomstplannen van Tour de Tietema Unibet? We hebben vandaag Rob Harmeling en Erik Breukink te gast. Rob Harmeling is natuurlijk ploegleider bij Tour de Tietema Unibet. En Erik Breukink is onze vast analist. We gaan beginnen. Ja, goedenavond en van harte welkom bij het Cyclo-wielencafé van 12 februari. Mannen, ook van harte welkom. Rob, ik mag jou feliciteren met de eerste overwinning van dit jaar voor je ploeg. Inderdaad. Vertel eens. Hartijs de Vries, die wint de afsluitende etappe in Antalya en wel enorm opsteken. Ja. De eerste koers als pro-team en... Het was een koers met vallen en opstaan. Ze hadden heel veel ambities eerlijk gezegd en dat hebben ze ook waargemaakt. Maar ook, het was weer met vallen en opstaan. Dus materiaal, pech, dingen wat niet helemaal liep. En dan toch winnend afsluiten. Dus de moraal hebben ze hoog weten te houden. En ik hou ervan, spreken met de benen. Ja, zeker. Ja. En Hartijs de Vries, zeg je, dat is een renner die heeft nogal een roerige... weg hier naartoe gehad. Ja. Hartproblemen, een ongeluk vorig jaar. Klopt. Wat doet dat dan dat zo iemand dan die overwinning binnensleept voor jullie? Ja, het is natuurlijk altijd mooi, maar ik moet gewoon heel eerlijk zijn dat alle renners zijn me even lief. Ja. En het is gewoon zo dat, kijk, Hartijs, die vorig jaar is gewoon een heel bijzonder verhaal. En de kennis weet dat ook, hij is aangereden door een auto. En als je hem zag, dan dacht je van, die kan nooit meer opstappen. Nee. En dan komt het seizoen in en de eerste wedstrijd was al een paar maanden eerder dan we verwacht hadden. De Ronde van Overijssel in mijn achtertuin eigenlijk. En daar drukt hij al gelijk zijn neus aan het venster. En, maar je weet gewoon dat de fundering, zeg maar, de trainingsarbeid, wat je in de winter moet gaan doen, en dat het heel erg dun was. Maar dat heeft hij toch eigenlijk achteraf gezien een heel sterk seizoen gereden. Met een etappekoers wat hij wint in Frankrijk. Hoe heet die wedstrijd nou? Nou, ik ben helemaal de naam kwijt. Ik kan je niet helpen ermee. Ja, bijna net zo belangrijk als de Tour de France, maar dan anders. Ja. Ja. Dat scheelt niet veel. Goh, maar die etappekoers wint hij. En dat was wel eventjes een heel bijzonder moment. Want wat ik al zei, die valpartijen en die onzekerheid. Hoe kun je nog wel terugkomen? Ja. En, iedereen, we hebben allemaal de gezamenlijke droom dat we heel graag in 2026 weer nog de Tour willen rijden. En zit je daar dan bij als renner? En je weet gewoon dat die weg daar naartoe al zoveel hobbels en barrières kent. Hij komt van heel ver. Ja, en nou wint hij weer. Dat is fantastisch. Maar ik heb gewoon begrepen, ik was er niet bij van, maar dat de hele ploeg... het is weer een nieuwe ploeg. We gaan van 12 naar 21 renners. Ja, ja. Maar ze hebben elkaar gevonden. En dat is heel erg mooi. Ja, fantastisch. Nou, we gaan het straks nog uitgebreider hebben over jouw ploeg. Eerst even wat anders. Want mannen, jullie rijden genoeg Tour etappes om hierover mee kunnen praten. Want de Amstel Gold Race, daarvan wordt gezegd door de gemeente Vaals eigenlijk dat ze niet meer de Tour-editie willen hebben, omdat dat te veel rommel veroorzaakt. En dat zou dus betekenen dat de Amstel Gold Race zonder Tour-editie zou worden gereden. Kan dat überhaupt? Nou goed, wat ik van Leo van Vliet zag, dus dat is eigenlijk de baas van het hele spul van de organisatie, die zei van het kan niet bestaan zonder een toertocht. Nee, dus, want die toertocht haalt zoveel inkomsten binnen dat de begroting voor de proefcours... Ik denk dat natuurlijk een uitspraak is om de druk erop te zetten van kom niet aan die toertocht, want dat is zo'n succes. Ja. Een Amstel Gold Race kan wel zonder een toertocht georganiseerd worden, maar in de huidige opzet niet. Nee. Dus hoe zou dat dan? Dat heeft met geld te maken. Ja. En dan heb je andere sponsors nodig en dan moeten sponsors er meer in steken. En dan komt er geen inkomsten uit die toertocht. Maar het is nu aan elkaar gekoppeld en dat is al jaren zo'n succes, die toertocht. Ja. En nu komt er wat weerstand vanuit bepaalde plekken. Ze hebben natuurlijk wel veel overlast in Limburg van toerfietsers. Ja. En dat is het hele jaar door daar. Dat wou ik net vragen, want heeft dat
überhaupt zin? Want ik ga ook wel eens in Limburg fietsen en ik heb nog nooit die toertocht gereden. Dus ik ga daar sowieso, gaan er veel wielrenners naartoe. Is dat wel de juiste oplossing? Ja, nee, ik denk dat ze er wel uitkomen. En dat het op een gegeven moment wel goed komt. Volgens mij, ik kan me niet voorstellen dat Limburg dat daaraan gaat tornen. Dus die moeten we zorgen dat gemeente Vaals... gemeente Vaals kunnen wel een beetje links laten liggen. Want die zitten wel aan de buitenkant van die toertocht. Dat heb ik al wel gelezen. De lange versie van die toertocht komt in Vaals. Maar de kortere versies komen daar al niet. Dus ja. Daar zit de oplossing. Daar zit wel een oplossing. Een omweg. Er zit wel, ja, een omweg. Ja. Nou ja, over de Amstel Gold Race gesproken. Want jullie hebben daar komend seizoen een wildcard voor. Ja. Wie daar ook voor het eerst gaat rijden is Remco Evenepoel. Die liet deze week even zien hoe sterk die was. In de Figueira Champions Classic, die won hij die etappe naar een solo van 55 kilometer. Ja. Wat zegt dat nou als je ziet dat een renner op dit moment al zo sterk is, Rob? Ja, ik, in de voorbespreking zei ik al tegen Erik, je hebt nog gewoon op dit moment renners die eigenlijk het hele jaar al bijna goed zijn. Een pokertjaar met Mathieu van der Poel van Aert en hij ook. En ze doen inspanningen. En in onze tijd zou je denken, poel, maar de Tour komt nog aan of Giro. Als je nou zo goed bent, dat gaat niet goed, weet je wel. Ja. Maar ze tarten eigenlijk onze wielerwetten, zeg maar. En dat vind ik fantastisch. Ja. Dus ik zie daar... waar ik altijd wel huiverig voor ben, als bijvoorbeeld Mathieu deed een keer een inspanning in de Tirreno. Hij had het koud. En dan dus was hij maar gaan demareren, krijgt hij een beetje warm, maar dan gaat hij zo diep en in die kou, en dan komt hij over de finish en dan stort hij te aarde. Dan denk ik, dit gaat misschien wel te diep in je vezels zitten. Oh ja. Maar ja. Maar dit is nog wel heel vroeg voor het seizoen, ja. Erik. Ja. Wat jij nu zegt over Van de Poel, waarom zou je 50 kilometer alleen gaan rijden? Reed op een circuit, je had ook nog een rondje kunnen wachten. Ja. Achteraf zei hij ook, het was helemaal niet de bedoeling om dan al te gaan, maar hij zet aan. En niemand volgt. En als hij dan eenmaal 20 seconden heeft, zegt hij, ja, ga ik maar door. Ja. Dus het is ook niet allemaal bedacht. Maar nee. Is dat ook een beetje dan ego van die renners? Of in ieder geval dat je het zo... Ik heb toevallig een lijstje gezien vandaag van wanneer hij dat... Hij heeft dat al meerdere keren gedaan, hè, van die solo's. Mm-hmm. Dat is echt wel heel bijzonder hoor, wat hij doet. En dan wint hij Luik Bastraken-Luik mee. Dan wint hij San Sebastian mee. Ja. De ene WK, dat was ook een solo van bijna 30 kilometer. Dus dit is wel een beetje zijn ding. Zijn dingetje. En hij denkt van, ik ga niet helemaal wachten tot die verre finale. Want dan zijn er meer renners die alert zijn. Ja, ja. Dus het is wel... Past bij hem. Ja. Hij had het ook aangekondigd. Hij zei van tevoren al, ik wil morgen wel iets moois laten zien. Ja, dan weet je al van, die gaat een solootje weggeven. Ja. Wie ook wat moois liet zien was Lotte Kopecky, ook de Belgische. Zij verraste eigenlijk iedereen door de bergrit te winnen, wat eigenlijk helemaal niet haar expertise is. En ook de UAE-tour en het eindklassement. Wat zegt dat? Ja, ze was vorig jaar tweede in de Tour, hè? Ja. Dus niet helemaal haar expertise, dat is ook niet helemaal waar. Nee, dat is wel waar. Dus, maar... Ja, op die manier, op zo'n steile klim. En ze zei dat ze nog niet echt in vorm was. Als sterkste op die bergetappe, dat hadden we nog zeg niet gezien. Zegt het over de concurrentie, of ze zegt het alleen ja, over precies. Haar? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Ja. Ja, iets anders, wie ook al zijn eerste plek haalde, Bauke Mollema. Want die ging hardlopen in het 10 kilometer run in Monaco. En die legde die af in 31.40. Dus dat is een beetje omgerekend over 19 kilometer per uur. Dat is echt een absurd snelle tijd. Ik kan niet eens, denk ik, zo hard sprinten. Nee. 19 kilometer per uur. Maar dat zie je steeds vaker, dat hoor je steeds vaker. Wielrenners die hardlopen. Hebben jullie dat gecombineerd destijds? Ja, ik heb gisteren nog hard gelopen. Ja? Maar ook toen je actieve wielrenner was? In de winter deed ik dat wel eens. Was dat ook wel, dan kon je wel gaan hardlopen. Maar tijdens het zo vroeg januari moest je er al niet meer aan denken. Nee. Waar moest je er dan niet meer aan denken? Nou ja, dat was gewoon not done. Wintertraining kon dat wel. Bijna alle trainingen waren voor ons op de fiets. Ja. Maar dat zie je bijvoorbeeld Wout van Aert. Ik keek even op zijn Strava vanmorgen. Maar die heeft in dit jaar al 10 keer hard gelopen. Dus dat twee keer in de week. De wielrenners zijn nou totaal atleten geworden. Die trainen echt hun lichaam. Van kruin tot en met de teennagel, bij wijze van spreken. En wij deden wel een klein beetje naast de fiets. Dat is wel voor jezelf, hè? Ja. het was allemaal op fiets. Er werd naar de benen gekeken. Die moesten doen en alles was
dat was eng. En dat werd wel eens geprobeerd, maar daar stopt hij al heel rap mee. En yeah. Hardlopen in de winter gebeurde wel iets, maar als je dat in het seizoen ging doen. Ik denk als Erik vlak voor de etappe in de Giro een stukje ging hardlopen, dat Peter Post niet blij zou zijn geweest. Nee, en nu, kijk, Van Aert kan wel, dat is een crosser, dus die, dat zit in zijn systeem. Van der Poel, dat zit in het systeem. Ja, die trainde gewoon voor het veldrijden hard. Maar Roglic, dat was eigenlijk een van de eerste waar dat bekend van werd. En die doet dat ook. Ja, ook maar in etappekoersen. In grote rondes gaat hij gewoon 's morgens even rennen. Ja. En dat is wel heel bizar. Ik deed in thuis de wedstrijden vaak, hè? Wandelen. Daar was ik wel goed in. Ja. Nee, maar ze zijn gewoon echt totaal atleten geworden. Ze zitten in krachthonken en core stability en weet ik allemaal wat. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar gewoon op de fiets voor mij. Ja, dat is wel grappig om dat te zien veranderen. Ja. En over een voormalig ploeggenoot van Bauke Mollema, Antoine Tolhoek, kwam deze week ook vervelend nieuws naar buiten. Hij werd positief getest op een anabole steroïde, zeg ik het goed? Erik? Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet ook niet fijn van de naam van, maar het was waar, anabole steroïden. Ja, slecht nieuws natuurlijk, hoe dan ook. Er wordt over gespeculeerd dat het zou kunnen dat het uit vlees komt, want hij woont in Thailand, of hij is vaak in Thailand, op dat moment dat hij getest is ook. En Thais vlees, daar staat bekend omdat daar veel met hormonen wordt gerommeld. Stel, je wil als renner dus proberen aan te tonen dat je onschuldig bent, want dat zou de volgende stap dan zijn. Hoe zou je dat kunnen aanpakken als het zou bijvoorbeeld gaan om vlees? Rob, heb je een idee? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar nee. Ik vermoed, want er is volgens mij is er een dopingarts mee bezig die dat onderzoekt. Ja. En, want volgens mij zelf, voor een renner wordt het erg lastig. Om zo'n onderzoek te gaan starten. Ja, nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat Denise Betsema, die werd toen ook op anabole steroïden, dat werd ook bij haar gevonden. Ja. Zij heeft toen kunnen aantonen door een, zij zei het komt door besmette vitaminepreparaten. Dat heeft zij naar het WADA gestuurd, die hebben dat onderzocht. Toen bleek inderdaad dat dat vervuild was. Dus dat kan je dus wel zelf doen. Maar ja, dan moet je dus aanleveren waar het in zit en dat jij dat tot je genomen hebt. Dus hij zou het vlees wat hij gegeten heeft moeten laten controleren. Ja, dus dat is al achter haar. Ja, dat gaat er dus al niet meer. Nee. Dus met vlees is dat heel lastig. Maar de verhalen vanuit China hebben vroeger, ja, was dat gewoon bekend. Er kwamen wedstrijden in China. Ook tijdens de Rabobank-periode kwamen er, toen ploegleider was. Gingen ze en toen werd er al geadviseerd, eet geen vlees. Want daar is het vlees gewoon, daar zit het gewoon veel in. Ja. En er zijn wel voorbeelden van dat meer aan is dat. Dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Maar om het te bewijzen, dat wordt heel dat lastig. Dat wordt extra lastig, ja. Ja, dan nog wat deze week naar buiten kwam. Einde van de carrière van Rigoberto Urán. Die kondigde aan dat hij ermee gaat stoppen. Dat hij het een lastige beslissing vond, maar dat het echt het einde in zicht is. Een bijzondere renner die dus zijn fiets aan de wilgen hangt. Gaan jullie hem missen? Het was altijd een kleurrijke renner. En soms dacht je van, hij is versleten. En in één keer stond hij er weer. Ja. Op de gekste momenten. Hij fietst nog dit jaar, toch? Het hele jaar? Ja, hij maakt het nog af. En dan. Maar goed, hij is op 37, 38. 36 is hij volgens mij. Oh, een broekie. Ja, ik kan nog gewoon door. Ja. Nee, maar goed, dat zijn wel leeftijden waar je erover na begint te denken. En hij heeft zijn beste jaren gehad. Hij heeft op alle podiums gestaan, met de grote rondes. Tenminste, de Giro Tour. Dus ik denk niet dat hij nog heel veel. De Ronde van Columbia heeft hij goed gereden weer. Dus dan stond hij weer vooraan. Dus, ja, wat zo mooi is, Erik en ik naar kijken, weet je wel. Dan zie je een rennen en denk je, dat zou misschien nog wel kunnen. Maar als je toen de tijd moet, we even graven in ons geheugen, maar zelf in het peloton zaten, dan is soms met het oog iets niet te zien. Maar dan voel je gewoon zelf van, dit kon ik vorig jaar nog. En dan kom je op die rek, weet je wel. En dat hoeft maar een halve kilometer per uur te zijn of, of minder. En dat zou hij ook voelen, dat hij waarschijnlijk op zijn sterkste vlakken zeg maar, net tekort komt. Ja. En de wielersport op dit moment, het is zo manicaal. Je moet er zoveel voor doen. En bepaalde plekken, als die renners in piekvorm zijn, dan gaat het zo hard. Ja. Dus ik kan wel voorstellen dat je op een gegeven moment zelf aanvoelt van het is het moment om te gaan stoppen. Het is mooi geweest. Ja. Deze week werd ook bekend dat Veenendaal, een van onze grootste eendagskoersen in Nederland in ieder geval, de volgende stap wil zetten en wil promoveren naar UCI Pro Series. Daarover belden we vandaag eerder met koersdirecteur Bart Voskamp.
Nou ja, heel simpel gezegd, eigenlijk is daar gewoon wat geld nodig, want de wedstrijd aan zich blijft hetzelfde. Alleen we hebben gewoon wat meer geld nodig en daar zijn we druk mee bezig en dat gaan we ook gewoon halen. Het heeft gewoon net iets meer uitstraling en dan, daarmee zijn we gelijk eigenlijk de ene grootste wedstrijd van Nederland. En wij hopen daarmee ook nog meer media-aandacht te krijgen. Ja, want de samenwerking met de Lotto Cycling Cup, die is beëindigd. Waarom zijn jullie daarmee gestopt? Nou, dat is eigenlijk een beetje wederzijds natuurlijk, want de Lotto Cycling Cup, het is natuurlijk een kansspelbedrijf. Nou, dat past natuurlijk niet meer in Nederland. En zij wilden eigenlijk ook zelf een complete Belgische cup doen. En wij waren eigenlijk al een beetje een vreemde eend in de bijt. En Exterio was voorheen altijd de sponsor en die wilde de markt vergroten, waaronder in Nederland. Nou, Exterio stopte ermee en Lotto heeft het overgenomen. Maar ja, eigenlijk pasten wij er ook niet zo goed in. Dus we hebben in goed overleg afscheid genomen. En dat betekent dat waar één deur dicht gaat, er andere weer open gaan. Dus wij zijn druk bezig met de invulling van deze uitgave. Oké, ja, goed om te horen. Want deze week kwam in het nieuws dat bijvoorbeeld de Amstel Gold Race, het voortbestaan, eigenlijk wordt bedreigd doordat misschien de tourversie wordt afgeschaft. Hoe zorgelijk is zo'n ontwikkeling voor jullie? Nou, wij zijn natuurlijk niet gekoppeld aan de tourversie. Dat zouden we op zich heel leuk vinden, want Veenendaal heeft ook een toertocht. Dus dat zou op zich leuk zijn, maar wij staan echt helemaal apart. Het organiseren blijft moeilijk. En ik denk dat iedereen heeft meegekregen dat vorig jaar het vooral met politiebegeleiding te maken had. Nu hebben we voor dit jaar wel goede gesprekken gehad. Dus dat ziet er goed uit. Dus dat zou onze grootste bedreiging zijn. En uiteindelijk moeten we het financiële plaatje ook altijd rondkrijgen. Dus, maar dat ziet er gewoon voor komend jaar nog helemaal goed uit. Maar wij zijn natuurlijk ook op zoek naar partners voor de toekomst. Want wij willen een lange en een duurzame relatie eigenlijk opbouwen. Snap ik. Hey, en even over vorig jaar. Hoe kijk je terug op de koers van vorig jaar? Nou, het was mijn eerste jaar als koersdirecteur. Dus ik was ook betrokken bij het maken van de omloop. En het leuke daarvan is dat de omloop ook in mijn geboortestreek ligt. En het verweer is natuurlijk altijd van het is een sprinterswedstrijd. Maar we hebben het eigenlijk ook gewoon omarmd als een sprinterswedstrijd. En je weet, als Dylan Groenewegen aan de start staat met een sterk team. En de weersomstandigheden zijn niet dusdanig dat het zwaar in waaiers gaat vallen. Ja, dan weet je dat het een sprinterswedstrijd wordt. Ja. Goed, als je een sprinterswedstrijd omarmt en je hebt met Dylan Groenewegen een hele mooie winnaar. Dan is er helemaal niks mis mee. Nee. En bij de vrouwen? Nou ja, het vrouw is een beetje hetzelfde verhaal. Kopecky won natuurlijk vorig jaar. Nou ja, daar mag je heel blij mee zijn dat Kopecky op je erelijst staat. En ook dit jaar doet het team weer mee. En dan gaat het natuurlijk ook wel spannend worden. Het wordt dan eigenlijk zoiets dat andere rensters uitgedaagd worden om zo'n topteam toch te kloppen. We kijken er naar uit. Tot slot Bart, naast mij zit jouw oud-ploeggenoot Rob Harmeling. Wat voor herinneringen heb jij nou nog aan hem? Nou, best heel veel. Kijk, mijn begin van de carrière was Rob zijn einde. Dat kwam niet door mij, maar dat liep toevallig zo natuurlijk. Weet je zeker? Daar ben ik zeker, ja. Nee, Rob is een hele fijne jongen. Toen ik dus in het begin beroepsrenner werd, reed ik heel vaak met hem mee. Ik woonde in de Betuwe en Rob kwam uit Nijverdal. Dus hij kwam via de A15, pikte hij mij op. En dan reden we in zijn zwarte Mercedes 190D. Reden we ergens naar België. Ik nog vol moraal en Rob die had het al wel een beetje gehad in de carrière. Dus het was een beetje lastig. Maar hij heeft mij wel geleerd. En dat heb ik ook altijd onthouden. Ik onthoud niet veel, maar dat wel. Toen ik mijn etappe in de grote ronde won, toen heeft hij wel gezegd. Jouw leven gaat niet meer helemaal hetzelfde zijn. En dat klinkt heel hoogdravend. Maar wat hij ermee bedoelt te zeggen, dat ik bijvoorbeeld hier nu in deze uitzending zit, omdat ik een etappe in de grote ronde heb gewonnen in de Tour. En dat heeft Rob wel gezegd. En dat heeft hij natuurlijk ook. Door zijn etappe heeft hij natuurlijk ook zijn clinics. Voor zijn goede doelen kan hij aan het werk. Zit hij nu bij jullie aan tafel op het moment. Dus ja, dat is wel een wijze les van Rob. Ja, mooi zeg. We noteren een wijze les van Rob. Heel erg bedankt in ieder geval, Bart. En heel veel succes met Veenendaal. Oké, tot kijk. Rob, je oud-ploeggenoot. Leuk om hem weer te zien. Bart? Nou ja, Bart is altijd leuk. Ik herinner me nog dat we allebei in de Vuelta reden. Ik volg mij voor de tweede keer. Hij was volgens mij neoprof zelfs. En dat hij daar een geweldige etappe won.
Een goede renner en een fijn mens. Ja? Ja. Het laatste is heel belangrijk. Zeker. We hadden het net al even in het begin over jullie eerste overwinning. Want jullie zijn dus van Continental Team naar Pro Continental gegaan. Hoe belangrijk is dan zo'n eerste overwinning? Ja, hoe je het ook bent of keert, op scorebordjournalistiek of zo, Cruijff of wie zei dat, bestaat niet. Maar het is wel belangrijk dat je overwinningen binnenhaalt. Voor ons verhaal maakt het eigenlijk niet uit. Dat blijft gewoon, het grootste doel blijft gewoon de Tour 2026. Ja. Maar je bent daar wel een heel sterk profteam voor nodig om die hele grote droom waar te kunnen maken. Ja, en dat laat Hartijs dan zien. En ik hoop het een opmaat is naar een seizoen waar we nog verder mogen doorgroeien. Want we moeten echt wel doorgroeien. Want hoezo zeg je, want voor het verhaal maakt het niet uit. Want je zegt, jullie ambitie is dus 2026, willen jullie in de Tour de France rijden. Wat is daar dan voor nodig? Nou ja, partij te kunnen geven tegen hele, hele sterke ploegen. Helemaal als je dus op World Tour niveau gaat rijden in een Tour of een Amstel Gold Race, moet je met de kaliber renners zoals wij, die wij hebben en als team, zeg maar, moet je andere wegen gaan bewandelen, andere plannen gaan bedenken. Anders dan schiet je op alle dingen tekort. En dat betekent dat je als team super, super sterk moet zijn. Dus een individuele prestatie, zeg maar, als je een etappe wint of een koers wint, maar dat team heeft er niet aan bijgedragen, het is geen team effort, dan helpt het niet, helpt het je niet naar je doel toe. Mm-hmm. En daar, wij moeten dus op alle vlakken, zoals de staf en de renners, wij moeten excelleren. Wij moeten daar eigenlijk het sterkste team zijn. Dus individueel hoeven we niet sterk te zijn, maar het sterkste team. En daarmee, zeg maar, heel apart, zeg maar, proberen, zeg maar, de koers een bepaalde kleurenvorm te gaan geven. Daar moeten wij het van gaan hebben. Ja, want je moet dan, dus idealiter word je dan dus uitgenodigd. Ja. En hebben ze daar een soort lijstje van? Dan moet je zoveel wedstrijden gewonnen hebben. Of hoe zorg je dat je wordt uitgenodigd op een gegeven moment door de Nou ja, kijk, ze kijken tegenwoordig ook. Wij zijn, als je het heel plaggen was slagen, zijn wij een YouTube-team. Drie jongens die met een cameraatje naar de Tour de France zijn gegaan, allemaal filmpjes hebben gemaakt en de Tour en het wielrennen van de andere kant hebben laten zien. Die jongens die dromen door en op een gegeven moment zeggen, zullen we dit gaan doen, zullen we dat gaan doen, zullen we een voetbalploeg gaan beginnen? Nee, we willen een profploeg. Nou, dus vorig jaar een profploeg en we willen heel, onze grootste droom is waar we ooit zijn begonnen, om ook met die ploeg naar de Tour de France te gaan. Kijk, dat is een jongensboek. En dat is gewoon de rode draad zijn Bas, Josse en Devin. Mm-hmm. En de renners, zeg maar, die moeten zorgen dat hun jongensdroom waar wordt. Dat we niet toe gaan komen. Maar daarvoor moeten zoveel bij elkaar komen. Dus dat is zo'n grote familie. Dus het content team en de fietsfamilie, zeg maar, dat is één. Die moet die weg zien te bewandelen. En daar zijn nogal wat barrières die we moeten overwinnen. We hebben niet het geld, zeg maar, om hele grote renners aan te trekken. Maar eigenlijk willen we dat ook niet, want dat is helemaal geen mooi verhaal. Het is een veel leuker verhaal om, zoals een Kevin Inclaar, een jongen die serieuze mentale problemen had afgelopen jaar, dan nog eens een keer een hele vervelende blessure, om te kijken van hoe krijg je die weer aan de praat. Ja. Nou, hij heeft nou zijn profcontract getekend. Nou, aan de basis met training kun je gewoon zien dat hij er echt bijna klaar voor is. Weet je nog niet dat het lukt, maar dat soort dingen allemaal. Gewoon de randjes, niet rechtstreeks naar je doel toe, maar gewoon renners die, ik noem het altijd, onze renners zijn een beetje plantjes, die moet je af en toe in de schaduw zetten, dan weer in de zon, dan een beetje meer water, minder water. Maar een Evenepoel en een Mathieu van der Poel en een Van Aert, dat zijn van die bloemen of zaadjes, je dommers ergens neer en het komt op. Mm-hmm. Maar onze renners hebben allemaal iets meer zorg nodig en hebben ze allemaal andere paradijsvogels, noem ik dat. En wij kunnen alleen maar het verschil maken door als team, als eenheid, het anders te gaan doen. Ja. Nou goed, dan moet de ASO, de tourorganisatie, moet daarvan gecharmeerd zijn. Ja. En dat YouTube-verhaal, dat is natuurlijk commercieel dan. Dan kijken ze het op commercieel vlak. Hebben wij daar iets aan als organisatie? Want ze zijn vrij chauvinistisch. Ja. Dus als je een paar Fransmannen tussen stopt, dat kan ook helpen. Dat is een goed idee. Een paar Franse talenten. Ja. Maar als je de pech hebt dat er pro-continentaal... Nu zijn de Franse ploegen allemaal pro-World Tour. Dus die concurrentie heb je niet. Oh, ja. Maar een paar jaar geleden waren er drie pro-contis Fransen. Dan heb je nog maar één plek. Ja. Dus nu het voordeel is dat er meer plekken zijn. Maar over 2 jaar kan dat ook weer anders zijn. Dus Maar als je... Dit is Tour de Tietema, dit is content team, dit is het wielerteam. Die maken elkaar gek. Het is één team. Ja. Dus dat content team wordt geprikkeld door de wielrenners, zeg maar. Door het gedeelte waar ik bij hoor. Mm-hmm. Van het beste uit jezelf halen. En omgekeerd ook. Want
ook al zou het voor het verhaal niet uitmaken als je het eerste of het laatste wordt. Het zijn allemaal serieuze topsporters die keihard trainen. Want ze moeten tegen Mathieu van der Poel fietsen. Ja. Dus Mathieu van der Poel, die weet precies wat hij eet. Weet precies wat hij drinkt. Die traint manicaal. Je kunt het allemaal zien op Netflix van die serie hoe hard dat hij traint. Dus als je dan denkt van, nou nee, het is gewoon maar lol en weet ik allemaal wat. Nee. Om al mee te kunnen doen, moet je in piekconditie zijn, fysiek en mentaal. Dus het wielergedeelte, maar ook het contentgedeelte, is puur topsport. Ja, maar als je dan kijkt op korte termijn, want jullie hebben dus een wildcard voor de Amstel Gold Race. Ja. Wat is jullie ambitie dan daar? Want ik heb Bas Tietema wel eens horen zeggen van ja, wij kunnen daar een show maken, wij kunnen ons laten zien. Maar is dat dan de ambitie om bijvoorbeeld iemand mee te sturen? Dat zegt hij. Er zijn stapjes die je moet gaan maken. Bijvoorbeeld Olympia Tour rijden we. Maar Olympia Tour kunnen we heel goed rijden om te oefenen dat we een hele goede sprinttrein gaan krijgen. Mm-hmm. Want die hebben we nog niet. Veenendaal bijvoorbeeld, vind ik het WK voor. Je hebt de Amstel Gold Race, je hebt Veenendaal. Nou, Amstel Gold Race, heuvelachtig en weet ik allemaal wat. Er komt een bepaald type rennen. Maar het Veenendaal leent zich voor een prachtige sprintklassieker. Mm-hmm. Dat publiek moet dat weten van hier staan alle sprintkanonen die straks in de Tours niet staan en bla bla bla. Daar ben je een sprinttrein voor nodig van hier tot Tokio. Die moet je wel vormen en trainen. Dus bepaalde wedstrijden staan in teken van zijn wij geslaagd in de sprinttrein. Stel je ervoor, we winnen een etappe. In de Olympia Tour, hartstikke mooi papier. Mm-hmm. Maar die sprinttrein is elke keer totaal mislukt. Dan heb je als teamdoel heb je gefaald. Ja. En zo hebben we elke wedstrijd een teamdoel. Maar de Amstel Gold Race, is dat dan eerlijk om te zeggen met de renners die we hebben en daarnaartoe werken, gaan wij daar podium kunnen rijden? Ja, maar we doen mee. Dat kan. Ja. Is dat dan van tevoren eerlijk om dat te gaan roepen? Met de Mathieu van der Poel kun je dat gaan roepen, maar kunnen wij dat gaan roepen? Je moet wel individueel een renner hebben die een finale kan rijden. Op die manier moet je kijken. En nou, onze ambitie is dat wij als team een finale gaan rijden. Ja. Absoluut. Je individuele, dat tekenen we op. Die individuele renner moet daar. Ja. Dus individuele klasse moet je hebben, in huis hebben. Maar je kunt niet als team met vijf man finale rijden. Nee, maar het is niet de bedoeling. Als je er eentje hebt die finale kan rijden, dan ben je spek open. Nee, maar de Amstel Gold Race is voor ons heel duidelijk. Ons teamdoel is de finale rijden. Zorgen dat je, dat je in die ontsnapping zit, eentje. Ja. Want wie weet komt hij heel ver. Klopt. We hebben dat met Oscar Riesenbeek toen bij Rompot gehad. Ja. Die kwam echt in de finale. Die kon nog aanhaken bij degene bij die toppers. Maar als die wacht zelf tot de finale, dan is hij niet in beeld. Nee. Dus dat is een beetje het spel van een pro-conti-team. Ja. Je komt gewoon kwaliteit tekort om echt finale te halen. Maar Rob, jij bent ploegleider. Ja. Jij zat voor het laatst 1995 op de fiets. Dus dat is nu 28 jaar geleden. Zo lang al, Is het een beetje een cultuurshock? Is het een beetje een cultuurshock om met die jonge jongens zeg maar nu te werken? Dat je zegt van het is wel echt heel anders nu. Of is het gewoon hetzelfde als in jouw tijd? Na één jaar ploegleider durf ik gerust te zeggen, ik weet niet hoe Erik het heeft ervaren, nee. En toen ik achter stuur stapte, of dat ik me naar vroeg, dacht ik, Rob, jouw tijd is geweest. Je moet ook helemaal niet in mind dat. Dat doe ik eigenlijk nog niet. Alles wat jij mee hebt gemaakt en jouw kennis of zo, het is allemaal zo lang geleden en het is allemaal zo anders. En stapte compleet blanco in. Oké, dat is wel. Sta je er tussen die jongens en heb je niet het gevoel dat jij dat je kinderen hadden kunnen zijn, je zoon had kunnen zijn. Dat gevoel heb je helemaal niet. Nee. Je gaat heel snel, ben je één van dat gevoel heb je van het team. Ja. En een onderdeel van het team. Die afstand, ik denk dat die renners die afstand groter zien als dat jij de afstand tussen naar die renners toe ziet. Ja, maar Rob, jij zegt, ik parkeer even wat ik allemaal heb gepresteerd daar. Want jij won op 7 juli 1992 in Bordeaux een toer-etappe. Ja. Ik dacht, dat is natuurlijk een wapenfeit waar die jongens wel een beetje van onder de indruk kunnen raken. Dus die gooien er niet af en toe in. Ja, weet ze het wel. Maar dit is wel mooi, want moet ze googlen. Ik ben een, het hadden inderdaad mijn kinderen kunnen zijn. Ik heb wel, als ik in de auto zit, van zelf had ik, was ik nog een beetje hard. En als een renner in het peloton viel, dacht ik, nou, daar ben ik mooi vanaf, weet je wel. Ja. Maar als ik nou zelfs renners van de concurrentie zie vallen, dan denk ik, je bent veel gevoeliger geworden. Ik kan er niet tegen. En mijn eigen jongens, zeg maar, dan in een hotelkamer moeten ze weer worden gehecht. En ik vind het allemaal vreselijk. Daar heb ik nou wel een beetje last van. Erik, je moet lachen. Herkende jij dat ook, dat je gevoeliger was geworden?
Nou ja, goed, de ellende van een ander is altijd wel erger als dat je zelf hebt. Als je zelf op de fiets zit en je bent met je concurrenten en er was een valpartij, ja, dan reed er omheen en je was weer vertrokken. Ja. Ja. Dus dan had je niet zoveel medelijden. Maar als ploegleider is het veel moeilijker als je een renner op de grond ziet liggen met helemaal bebloed en ellende. Ja. Dan, dan ben je wel heel bezorgd. Ja. Omdat het zijn jonge gasten. En je bent zelf wat ouder geworden. Dus dit is niet alleen maar... Nee, maar je gebruikt het dus niet als wapenfeit om ze even... Ja, nee, maar het leuke is van op eerste plaats van het einde van het seizoen dacht ik van Rob, je moet gewoon veel meer naar je onderbuikgevoel heen durven te gaan. Want kijk, tegenwoordig het sporten zeg maar, is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. En ik denk, oké, dat respecteer ik, vind ik mooi. En daar geloof ik ook echt in. Maar dat blijft ook een stukje ongrijpbaar, zeg maar. Mm-hmm. En wij hadden dat niet. Wij moesten alleen op ons instinct, op ons dierlijke instinct gaan handelen. Bam! En daar weer gaan nadenken. En daar zag ik, dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet goed. Mm-hmm. En dat is heel, 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 heel erg belangrijk. Ja. En die twee, om dat samen te brengen, ja, dan moest ik af en toe wel met anekdotes naar mijn tijd gaan. Toch en wel. Wat ik dit jaar heb geleerd, daar ben ik privé of ook langer mee bezig, is gewoon al mijn harnas afgooien. Dus ik kan een harnas aangaan. Ik heb een Tour d'Etappe gewonnen. Heb je liever gedroomd? Ik heb het Giro een keer gereden. Ik heb de klassiekers. Nee, dat en dat. Daar was ik sterk. Daar was ik kwetsbaar. Daar ben ik onderuit gegaan. Daar is het helemaal mislukt. Daar lag ik op de grond. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Op die manier. En dat vind ik gewoon leuk. Om jezelf daarin te ontwikkelen. Ja, maar ook dan, als je dat toch terug hoort, dan één keer dan die renners dan zeggen, ja, maar waarbij van Drom heeft hij wel gedaan dan. Ja. Maar dan komt het uit hun eigen mond. En dan vind ik dat leuk. Maar dat gaat meer dat ik dan van hun, zeg maar, natuurlijk is respect belangrijk. Maar je voelt gewoon een stukje dat ze, als ik plat mag slaan, gewoon van je houden. Ja, dat je ze kunt raken. Ja, ja. En daarmee kun je ze verder helpen, zeg maar. Ja. En het wielrennen is in de grote lijnen niet veel veranderen. Dat zal ook nooit veel veranderen, denk ik. Nee. Het is gewoon een hele mooie sport. En je moet fysiek en mentaal heel erg sterk zijn. En je moet onderweg heel veel dingen oplossen. En dat spelletje is nog steeds hetzelfde. Ja. Nou, wat mooi. Nou, over raken gesproken. Ik heb dit hier ook liggen. Want jij bent directeur van de Maartens Foundation. Ja. Kan je even vertellen over deze challenge? Dat is de Geluk in Beweging Challenge. De Geluk in Beweging Challenge. Ja, dat is een goede doelen fietstocht. Door Nederland. 5 etappes gaan we fietsen. En dan kun je zeggen, welk goed doel. En we proberen met het goede doel, proberen we voormalig revalidanten, wanneer je uit bent gerevalideerd, dat ze weer een plek krijgen in de maatschappij. Ja. Dat is niet eenvoudig. Wanneer je door een ongeval of ziekte in de ziekenhuis raakt en je lichaam, denk ik, anders, je kunt niet meer lopen door dat je benen niet meer doen, of je hebt je arm eraf of niet aangeboren hersenletsel, dan is je leven plotseling heel echt anders. Mm-hmm. En dan gaat er allemaal aanstaan. Dan mag je het ziekenhuis uit en dan denk je, en dan? Nou, werken, dus arbeidstekort. Ik zeg ongekend talent, dus als je een motorische beperking hebt, dan heb je heel veel andere talenten. Maar zeker ook nog op de arbeidsmarkt heb je heel veel nog te bieden. Ja, ja. Nou, maar er zijn heel veel drempels ook om overheen te komen met verzekeringen. Allemaal dingetjes. Daar zet die stichting zich voor in? Daar zetten we ons voor in, om dat gat te dichten, zeg maar. Ja. Waardoor zeg maar, de werkgever makkelijker een baan kan bieden, maar ook dat er voormalig revalidant makkelijk aan een baan kan komen. En daar is deze challenge voor, om dat in aandacht te brengen. En die challenge, daar zoek je toch nog meefietsers voor? Ja. Nou ja, ik zou zeggen, pak de camera. Ik kan een heel lang verhaal houden, maar ga naar www.gelukinbeweging.nl en daar staat alles op. En als je mee wil fietsen of het doel wil steunen, kan je daar doen. Super. Mijn dank is heel groot. Ja. Ja, dan even nog wat anders, want Eusebio Unzué, die kennen jullie wel, de ploegleider en een van de langzittende ploegleiders eigenlijk van Movistar, die opperde deze week niet een geheel nieuw idee, maar over wisselrenners, eigenlijk zoals je wisselspelers hebt in het voetbal. En dan in de eerste week, dus als zij geblesseerd raken, dat je die dan dus kan vervangen. Wat lijkt jou van dat idee, Erik? Ja. Nou goed, toen ik dat bericht las, heb ik ook op X gezet van... Johan Cruijff zat een keer bij mij in de ploegleidersauto. Ja. En die opperde dat al. Dat was in 2008 of zo. Dan reden we naar Barcelona en die zat naast mij. En die denkt over alles. Nou, en dat was een van zijn vragen. Ja, waarom mogen we eigenlijk niet wisselen als er eentje uitvalt in de Tour? Ja, en dan dacht ik van ja,
daar gaat de Tour toch helemaal niet over. Het is allemaal een beetje individueel. Ja. Maar Umzoe bedoelt natuurlijk van als er echt in die eerste dagen er eentje op de grond ligt en die moet er gelijk uit, dan ben je gelijk 3 weken lang één of twee renners al kwijt. Ja. En dat is vrij oneerlijk ten opzichte van. Dus toen begon ik erover nadenken. Ja, misschien toch wel. Je moet erover nadenken. Misschien een keer ergens eens proberen. Ja, is wel wat voor te zeggen. Ja, ik vraag je dit. Omdat Cor, die heeft in onze vaste rubriek De Foto van Cor, daar ook wat foto's over. Movistar-baas Eusebio Unzué slingert een revolutionair, maar tevens ook absurd idee de wielerwereld in. Wielrenners op de reservebank bij een grote wielerwedstrijd. Ik zie het al helemaal voor me. In de toch wel erg lange rij volgwagens komt achter iedere ploegleiderswagen de reservebankwagen te rijden. Met daarin een reservekopman, een reservesprinter, een reservewaterdrager en een reservetijdrijder. En misschien ook nog wel een reservepuncher. De afgelopen en komende week zenden de fotografen veel foto's uit het Verre Oosten. Als dit geen mooi voorbeeld is van de reservekameel op weg naar het circuit, of heeft u soms een ander idee? Vorige week was ik door griep geveld en droomde ik badend in het zweet dat de voor ons werkende fotografen hier geen foto's van hadden gemaakt. Tijdens de 4e etappe is het peloton op weg naar de finish. Het lijkt op een massasprint uit te lopen. En ineens is er grote paniek. Net voordat de 3-kilometer-regel van kracht is, horen we over Radio Tour: "Chut, el peloton!" Gevolgd door een grote lijst met rugnummers. Het meest belangrijke rugnummer eindigt in de grote rondes altijd op een 1. En in die lange lijst gevallen renners komen 2 nummers voor die de aandacht trekken. 51 en 91. De wedstrijdleiding die hijst een rode vlag en er wordt een time-out geregeld. De ploegen van de renners die bij de valpartij betrokken zijn, mogen de reserverenners 15 minuten warm laten rijden. En dan kan het peloton de wedstrijd weer hervatten. En toen werd ik wakker van die nachtmerrie. Lijkt me echt geen goed idee. Nou, Erik, ja. Cor vindt het dus duidelijk geen goed idee. Nee, ja, jij zegt, probeer maar even. Maar het is ook een heel moeilijk in te. Maar je zou erover na kunnen denken van ja, hoe ga je dat doen? Je moet niet in de derde week nog renners kunnen wisselen, denk ik. Nee, dus het gaat inderdaad over de eerste week. Want ja, anders kan je het natuurlijk dan ook tactisch inzetten. Een renner die gewisseld of die er dan in komt, ja, die kan ook niet meer voor klassement rijden natuurlijk. Want voor een klassement rijden moet je alle dagen gereden hebben. Dus het is een heel lastig. Maar ik vond het wel leuk dat hij het oppert. En ik weet niet of er überhaupt over nagedacht gaat worden. Of de rest van de ploeg. Maar dat is aan die World Tour teams om dat eens een keer te bespreken. Ja, lijkt het je wat, Rob? Ja. Ja? Oh. Sowieso om uit te proberen. Ja. Ik hou sowieso van veranderingen en patronen doorbreken. En wanneer het niet goed is, ga je gewoon weer terug. Maar je moet gewoon gaan uitproberen. En ook niet te snel invullen. Maar je moet ook gaan denken van op een gegeven moment van oké, als je profwielrenner bent. Dan, of hoe je het ook bent of keer, je bent entertainment. Anders moet je gewoon weer net als ik lekker gaan fietsen. Dan kun je lekker genieten, hard of zacht maken. Als je profwielrenner bent, ben je entertainer. En dan ben je entertainer op wereldniveau. En in mijn pad zit die sprinters een week thuis. En dan heb je weer een vlakke etappe. Komen die sprinters met. Het gaat er mij om dat je jongetje in New York voor de televisie gaat. Today all the sprinters are back in the peloton. Het maakt me niet uit. Probeer om te denken anders. Daar is zeker wat voor te zeggen. Ja, en dan wordt dat ook weer een klassieker. Probeer het uit. Ja. Oké, man, we zijn bijna bij het einde van de uitzending aangekomen. Maar niet voordat we de cyclo-voorspelling van de week hebben gehad. Van vorige week, de cyclo-voorspelling van vorige week, werd gevraagd: wie wordt de winnares van de openingsrit in de UAE Tour voor Vrouwen? Nou, die rit, dat werd een prooi voor Lorena Wiebes. En de goede inzender, dat was Lars van Dijk uit Tilburg. En hij wint een cyclo-wielershirt. En in de nieuwe cyclo-voorspelling van deze week kijken we naar de ronde van Algarve, waar jij verslag van gaat doen, toch, Erik? Ja, bij Eurosport, ja. Ja. Nou, we vragen daar dus wie grijpt de eindoverwinning in deze 5-daagse ronde.
En de redactie van Cyclo verwacht veel van Remco Evenepoel, titelverdediger Daniel Felipe Martinez en de Nederlander Tijmen Arendsman. Als jij denkt te weten wie de meeste kans erop maakt, stuur dan je antwoord naar redactie@cyclo.cc en win deze twee Tour de Titema bidons, die ik straks nog even door jou ga laten signeren. Kijk. Op. Dus gesigneerde Titema bidons. Dus laat het ons vooral weten. Ja goed, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending van Cyclo Wielercafé. Mannen, mag ik jullie heel hartelijk bedanken. En Rob, heel veel succes met al jullie ambities voor het komende seizoen. Dankjewel. En hopelijk zien we jullie volgende week maandag weer. Dankjewel. Dit gezellige Cyclo Wielercafé werd mogelijk gemaakt door Kono Suur.